Ja, vorige week zijn we geëindigd, Eva. Ja. Goedenavond, Eva. Goedenavond. Met jouw belofte dat je foto's ging laten maken. En dat is gelukt. Dat is zeker gelukt. We hebben er 2 gemaakt. Aha. En die gingen ook normaal gezien in de pers moeten verschenen zijn. Dat is ook gelukt. Kijk eens aan. Alle kranten hebben meegewerkt, of de meeste toch. En ook de weekbladen. En ook u thuis mag vanavond meewerken. Ga even naar 1.be. Schuine streep nu en kies een van deze 2 foto's. Welke foto vindt u de leukste foto? Ik klik dan gewoon op ik kies deze foto. Dat lijkt me nogal gemakkelijk. En dan kunt u straks zien welke van deze 2 foto's het gehaald heeft. En we krijgen ook een heel grote reportage van jou over hoe dat die foto's gemaakt zijn. Enzovoort. Voilà. Ben jij ook digitaal bewerkt vanavond? Een heel klein beetje. Ja, het is bijna niet uit te meten. Ik ben eigenlijk digitaal bewerkt zo serra, heel weinig, heel weinig. Heel goed. Ja. Heel goed. En we gaan het vanavond ook hebben over haargroeimiddeltje. Heb jij al last gehad van haaruitval? Door vitamine tekort, maar dat is maar een klein beetje. Ja, en dat kan je rechtzetten. Dat is ook stress en te weinig eten en zo. De foto's, daarover gaan we het zo dadelijk hebben, want je hebt een hele fijne reportage voor ons gemaakt. Die zien we zo meteen. Maar u kunt nu nog altijd stemmen, want kijk, er hebben al 3800 mensen gestemd. Welke foto vindt u de leukste? De linkse of de rechtse? En dan stemt u gewoon af. Ik kies voor deze foto. Welke foto verkies jij, Eva? In stilte, want anders ga je de stemming beïnvloeden. Die? Ja, ik ook. Denk van op die. Dat is toch geweldig. Ja, je kunt nog altijd 1.be/nu. We gaan nu even kijken hoe dat we die foto's gemaakt hebben. Het is toch niet meer normaal, hè, wat je ziet in de magazines. Ik heb hier 3 verschillende vrouwen gevonden van 3 verschillende leeftijden. 30, 40 en bijna 50. En toch zien ze er alle 3 uit als een 20-jarige. Is gewoon mooi zijn dan niet meer goed genoeg? En moeten we allemaal perfect zijn? Wel, ik denk dat het tijd is voor actie. Ik ga nu bekend vrouwelijk Vlaanderen opbellen. Op zoek naar 3 straffe madammen die het aandurven om met mij op de foto te gaan. We gaan 2 foto's maken. 1 foto, gewoon zoals we zijn. En een andere gaan we volledig digitaal bewerken, om te kunnen vergelijken. En hopelijk komt onze foto dan in zoveel mogelijk boekjes terecht. Hallo, dag Veronique, met Eva Daleman hier van 1. Dag Francesca, een hele goede middag. Hallo, goedemiddag, spreek ik met Fedra. Ik had een vraagje voor jou, Wendy. Ik ben op zoek naar vrouwen die heel graag met mij op de foto zouden willen. Oké, als ik er heel goed uitgeslapen ben, ga ik het terugbellen. Allee, je hebt ook oudere dames dan. Ja, maar daar heb ik absoluut geen schrik van. Je mag zeker en vast op mij rekenen. Ik had het op voorhand niet echt verwacht, maar de Vlaamse bekende vrouwen zien het toch allemaal redelijk goed zitten. Dus ik heb heel veel positieve reacties gekregen. En daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Ik ben onderweg naar Kevin. Kevin is een professionele retoucheur. Hij bewerkt regelmatig van die reclamefoto's en glamour shots en zo. En hij kent dus alles van het digitaal bewerken van foto's. De meeste foto's die we in de boekjes zien, worden die nu bewerkt of niet? Wel, alles wat hier buiten gaat, wordt bewerkt standaard. Wat dat heel populair is, dat zijn lijntjes weghalen, huid vervagen of huid eigenlijk versoepelen, zachter maken. En wat we nog verder zien, is dat we zelfs het lichaam gaan duwen, in de juiste lijnen brengen, in de juiste proportie brengen, de gewenste proporties, de gewenste resultaten. Dus bij vrouwen een beetje meer taaien en bij mannen meer. Bij mannen gaan we vooral meer uitzetten, bij vrouwen gaan we eerder versmallen. We hebben hier een voorbeeld. De Wim is een blonde en die heeft ook een tattoo, maar eigenlijk is hij niet tattoo beu, dus hij wil er vanaf. Dat lassen. Wim heeft ook blond haar, dus daar kunnen we ook iets aan doen. Want er zijn heel veel vrouwen die misschien toch wel een donkere haar. Een beetje donkerder dan mag wel. Ja, donkerder haar en misschien een beetje bruiner. Kunnen we hem wat breder maken, zoals zijn schouders en zijn borstspieren? Ja, dus hij mag een paar keer pompen nog. Ja. En dat gaan we hier in snel tempo doen. Oké. Voilà. Wim is echt ken van Barbie geworden. Klaar voor de boekjes. Vandaag is de grote dag, de dag van de fotoshoot. En ik moet toegeven dat ik toch wel een beetje nerveus ben. Want die andere dames zijn echt ontzettend knap. En net vandaag ben ik wakker geworden met gigantische wallen. Toi, toi. Dag dames. Hallo. Hallo. Fijn dat jullie er zijn. Joke. Hey, hallo. Dag Eva. Hey Wendy. Zie je het zitten? Ja, prima. Helemaal? Iedereen? Ja. All right, goed. Ik vind het persoonlijk handig als ik een puistje heb dat weggewerkt wordt op de foto. Vind je dat zo'n dingen wel kunnen?
Voor mij hoeft het niet. Ik wil op de foto staan zoals ik op dat moment ben. Punt. Ik heb een nichtje, zij is 20 jaar, dus 12 jaar jonger als ik. En ze kijkt ook meer in die magazines en zo. Dus ik vind dat superbelangrijk, want die meisjes weerspiegelen zich daaraan. Daarom dat ik het ook niet fair vind als je totaal laat photoshoppen. Als we dan nu één rimpeltje wegwerken en die dus bij de tientallen in er al zijn. Wel ja, met 9 ben ik ook tevreden dan. Make-up is ook belangrijk vandaag. Welke look krijgen we vandaag? De look van naturel, fris, jong, mooi. Maar zonder te veel gemaquilleerd te zijn. Dus dat mensen het pas zien als ze dichterbij zijn van ach, die is toch gemaquilleerd. En ziet het goed topjes, dames? Oh ja, het is een modelletje. Daar gaan we prijzen mee winnen, denk ik. Mooi, heel mooi. Ja, en happy, hè? Kunnen we nog allemaal lachen? Absoluut. Ja. Goeie, hè? Onze fotoshoot zit erop. Onze naturelfoto is klaar. Die wordt nu doorgestuurd naar Kevin om hem te bewerken. Maar ik ga nu al zoveel mogelijk redacties van magazines proberen warm te maken om hem te publiceren. Ik vind het precies wel een toffe foto. Ja, wel, op het eerste gezicht wel. Nu, er zijn toch zeker een aantal dingen die we gaan wijzigen. Zoals? Lijntjes in de hals. Mm-hmm. Die gaan we vervagen. Die gaan we wat rechter trekken. Ja. Wat kunnen we nog zeggen? Ja, hier de buik. Daar gaan we toch een duwtje op geven. Ja. Plekjes weg. We gaan de tanden toch een beetje oplichten. Ah ja, okay. Hier en daar. Voilà. Je gaat nog werk hebben. Allee, maar ik zal het resultaat wel zien in de boekjes. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. Een hele goede avond, bioloog Dirk Brouwens. Nu, de foto's zijn gemaakt, we hebben twee verschillende foto's, maar hoog tijd om eens te bekijken waarom er bepaalde dingen zijn aangepast. Nu, wat mij heel erg opvalt, is dat onze taille serieus versmald is. Ja. Waarom doen ze dat? Taille moet 70% van de heupen zijn. Dat is het schoonheidsideaal. Mm-hmm. Dus eigenlijk, het schoonheidsideaal is de hersenen die voorgeprogrammeerd zijn naar maximale vruchtbaarheid van de vrouwen. Want wij hebben er alle belang bij gehad in de prehistorie om ons zo goed mogelijk voor te planten. En dus door een selectieproces zijn we daardoor gefocust geraakt op het schoonheidsideaal dat zegt die vrouw is maximaal vruchtbaar. Oké. Okay. Nu, de ogen die twinkelen wel een beetje, maar ik zie dat ze bij ons allemaal toch ook wel een pakje groter gemaakt zijn. Waarom is dat? Ja, dus heel het proces eigenlijk van hetgeen dat er hier gebeurd is, is gemikt naar het jonger maken van de dames in kwestie. En onze gemiddelde westerse vrouw is maximaal vruchtbaar op haar 24ste, dus vanaf dan gaat het bergaf. Eerst relatief langzaam en vervolgens het stijl. wij zijn eigenlijk gefocust geraakt op ons schoonheidsideaal. Is gefocust geraakt op jong zijn. Okay. Ja. Nu, en grote ogen is dus iets. Kinderen hebben grotere ogen, dus ze hebben ook lichtere ogen. Dus we zijn dus echt kinderlijker. Nu, kinderlijker kijken eigenlijk, dat is de truc. Ja, nu, ik dacht dat een bruine kleur dat wat in was, gezond. Maar we zijn bleker gemaakt. Waarom is dat? Alles, ja. En de haren ook vooral. Dus lichter is jonger, hetzelfde verhaal. Dus ik moet hier een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg met jouw haarkleur, maar ik veronderstel dat dat niet echt is. Dus ik ben een beetje vrij in het zeggen, maar blond is jong. Ja. Omdat kindjes zijn gemiddeld lichter dan oudere mensen. Dus als je gaat voor lichter gekleurde dames, ga je in principe voor jongere dames. Dus ook de link tussen blond en dom is een beetje hetzelfde verhaal. Ah, ja. Omdat ja. Hoe jonger dat je bent, hoe minder dat je weet. Ja. Hoe jonger dat je bent, hoe blonder dat je bent. Dus de link is gauw gelegd. Niet altijd noodzakelijk correct, maar bon. Nee, maar ik ben blij dat de verklaring vanavond is uitgelegd. Ja. De rimpels zijn ook duidelijk weggewerkt. We lijken allemaal wel van plastic. Waarom doen ze dat? Ja, dat is onwaarschijnlijk. Dat is van hier die okseldingen. Ja? Dus heel, heel duidelijk. Strakheid. Strakke huid is jonge huid. Alles wat neigt naar doorzakken is uit een boze. Als je als man nog op een convenabele manier wilt voortplanten. Dus we moeten echt die strakheid. De borsten is ook grote borsten. Die heeft er allemaal niks mee te maken. Maar strakke borst, dat is de essentie van het verhaal. Strak is belangrijk. Strak is hyperbelangrijk. Oké, dankjewel, Dirk Brouwlands.
Ja, we gaan het nog in een breder kader zetten. Jan van den Bulk, je bent professor communicatiewetenschappen van de KU Leuven. Laten we even kijken wat de kijkers gekozen hebben. Er waren twee foto's. Eén de puur natuurfoto en de andere digitaal bijgewerkt. 8000 zie ik hier op de teller bijna. 8500 mensen hebben tot nu toe gestemd op een kwartiertje tijd. Wat is het resultaat? Welke foto's hebben de mensen gekozen? De linkse of de rechtse? Het is de linkse foto geworden en dat is dus de niet bijgewerkte foto. Wat vindt u daarvan? Is dat voorkennis? Want dat heeft wel in de krant gestaan natuurlijk. Of is het echt, men gaat voor de... Ik zag in de reportage dat Sabine een donker vlekje op die...